Yes, yes, welkom mensen bij een gloednieuwe video op mijn kanaal. En vandaag de halve finales van mijn prachtige toernooi met als eerste Tom tegen Arda en hier Tom in de aanval met zijn geweldige team. Dat was dus de eerste wedstrijd, Tom thuis tegen Arda en Tom scoort met Lucas Moura, want dat is een shapeshifter en dus een hartstikke goede kaart. Dat was dus een heel goed begin voor Tom, die dus graag naar de finale wilt en daarmee dus als nummer 1 van groep A, de nummer 2 van groep B, namelijk Arda, wilt afstoten. Gaat het hem lukken? Ik denk het niet. Nou, hij ziet er wel goed op weg, want hij scoort opnieuw met Lucas Moura. Weer is Werner heel belangrijk en Tom gaat door in de tweede helft met zijn geweldige Sané. Met zijn Werner, die sinds kort heeft. Met zijn Ben Yedder, die het voor champs heeft. Want ja, zoveel geluk heeft hij wel. Maar aan het doelpunt zit weinig geluk, want het is een schitterend doelpunt opnieuw van Tom. Die er niet, dus niet voor niets 9 punten haalde in groep A. En hier gaat hij gewoon vrolijk door, want bij 3 doelpunten blijft het niet. Het wordt zelfs 4-0 door weer Werner. En gaat dan ook de 5-0 vallen. Nou, je kan denken, raden. Sané, beetje geluk, hoort er soms over bij. Sané, Werner, kan hem erin schieten, doet dat niet, zit ook een beetje lek in zo te zien. Werner doet allemaal heel lang, maar ja, het wat een kutspel! Hoeft ook niet snel te gaan. Ja, als je er lang over doet, ja, dan kan je gewoon scoren. 5-0 is het, die wedstrijd geëindigd en dit is dus de terugwedstrijd waarin Arda dus met een comeback moet komen. Een hele, hele flinke comeback die eigenlijk niet, dat gewoon eigenlijk niet kan, zou je denken. Tom gaat wel op 1-0 voorsprong komen, dus het wordt alleen maar lastiger. Die moet Arda namelijk 7 maken. Maar hij begint in ieder geval aan die strijd. Heel erg mooi, want kijk eens, Seedorf gaat even goochelen. Seedorf goochelt en maakt daarmee 1-1. Dus nog steeds moeten er 6 worden gemaakt. Het zijn heel veel doelpunten. Maar goed, wie zegt dat dat niet kan? In het echte voetbal kan het, in FIFA al helemaal. Werner, kapt die Mbabu is schitterend uit. Werner is echt heel belangrijk voor Tom. Goede bal en Orsic, ja, Orsic headliner, mist dat soort kansen niet. En dus staat Tom met 2-1 voor. En net Arda, bam! Liggen. Krijgen ze een rode kaart, maar krijgen ook de bal in de voeten geschoven. Met Aubameyang, die gewoon 2-2 maakt. Jawel, met 10 man op gelijke hoogte. Arda doet het. Kan Tom dan weer op voorsprong komen? Dat lijkt hij wat gaat doen met invallen McGeady van de SBC. McGeady, schitterend, kan hem zelf afmaken, maar wilt hem uiteraard afleggen aan de geweldige vent Orsic en die maakt dus 3-2 voor Tom. En daarmee is de uitschakeling van Arda toch echt wel definitief. Want dit is met 10 man niet meer goed te breien. Alhoewel, hij maakt in ieder geval nog een treffer. Het is 3-3 en daarmee zal het ook eindigen. Tom gaat dus door naar de finale. Maar tegen wie? Dat zal of Kevin worden of Robin, die dus tegen elkaar gaan spelen. Dit is dus de heenwedstrijd. En dit is dus Kevin thuis tegen Robin. En Kevin komt schitterend op voorsprong. Mooi teruggedraaid. Mbappé schiet hem mooi in de hoek. Zijn Mbappé. En dat is dus een belangrijke treffer. Maar Robin heeft Ronaldo. En Koeman die overigens gewoon de corner neemt. Dat kan ook gewoon allemaal voor Robin. Ronaldo kopt hem dus raak. Met een zwart schermbeeld. Maar goed, hè, kan gebeuren. Dus we laten hem nog even nog een keer zien. Want dit is dus de gelijkmaker voor Robin. Een heel belangrijk uitdoelpunt ook. Ja, die Ronaldo springt gewoon boven iedereen uit. Het is echt niet te geloven hoe goed die vent is. Van der Sar kan er ook niet bij. En het staat 1-1. Dan, bal wordt ingeleverd. En ja, Ronaldo. Ronaldo, dat is gewoon Ronaldo mensen. Die scoort gewoon de kans. En ja, dat is echt een fenomeen. Hij doet het voor Robin. Doet het dan nog een keer, wel hier aan de bal. Marcelo staat er ook vrij. Oeh, geeft hem ook aan Marcelo. Marcelo maar 3-1. Dus zo maakt Robin dus eigenlijk die achterstand helemaal goed. Van 1-0 achterstand naar 3-1 voor. Dan de volgende wedstrijd. Oftewel Robin thuis tegen Kevin uit. Kevin zal dus wat moeten presteren. Komt weer 1-0 voor. Heel belangrijk. Eventueel bij een 3-1, als het dezelfde stand komt, zal er een derde wedstrijd komen en dus golden goal. Robin komt hier op gelijke hoogte. Heel belangrijk. Moet zijn goede lijn van de vorige wedstrijd dus ook doorzetten. Maar daar komt Kevin weer. Met Kent. En Kent kan ballen heel goed afmaken. Zo staat Kevin met 2-1 voor. Nog 1 doelpunt. En het wordt dus een golden goal in de derde wedstrijd. Dan, een moment waarover heel veel te doen is. Is dit tijdrekken van Robin? Oh mijn god! Laat even weten, wat vinden jullie hiervan? Laat het weten in de comments. Ik vind van niet, ik vind het rustig opbouwen, wat uiteindelijk ook gaat leiden tot de 2-2. En dat is dus de genadeslag voor Kevin. Robin maakt 2-2 en leidt ze door te gaan naar de halve finale. Maar wat is dit? Nee.
En dat blauwe scherm betekende niet voor niets. De stream werd afgesloten. Kevin heeft de wedstrijd geliefd. Hij was een beetje dom. Dat betekent dus dat niet 2-2 de eindstand wordt, maar een reglementaire 3-0 overwinning voor Robin. Waarmee hij over twee wedstrijden in de halve finale dus eigenlijk 6-1 heeft gewonnen. En daarmee de tweede finalist is van mijn toernooi. Logisch, twee mensen in de finale, hè? Dat, zo werkt het. En dan hebben we dus Tom en Robin die tegen elkaar gaan strijden. En dat zal gebeuren na deze video online. Dus want ze wilden al heel snel. Gelukkig deze video is zo snel mogelijk online gekomen. En we weten dus de finale. Zij gaan dus zo snel mogelijk tegen elkaar spelen. Dat zal dus op een van beide kanalen, of die van Tom of die van Robin, zal een van die kanalen dus het platform worden waarop er wordt gestreamd. Zal dus zijn kanaal ook bekend worden in de comments. Als allebei even reageren, dan weten jullie ook op welk kanaal er gestreamd zal worden. En ik zal er eigenlijk nog een samenvatting van droppen op mijn kanaal. Dus genoeg om te zien. Hopelijk gaan jullie ervan genieten. Hopelijk vinden jullie het nu ook leuk hoe de opzet is qua video's. Qua hoe het toernooi geregeld wordt. Dus ja, dus zeker een duimpje omhoog. Abonneer ook zeker op mijn kanaal. En dan zie ik jullie bij de finale van het Loco FIFA 0 toernooi. Laatst mensen.